Hallo allemaal, in dit filmpje gaan we kijken naar regelmaat en formules. We beginnen met een voorbeeldje aan de hand van Lucifers. Je ziet hier op de tekening dat er een patroontje van vierkantjes is gemaakt met behulp van Lucifers. Nu, als ik zo één vierkantje maak met mijn Lucifers, hoeveel Lucifers heb ik daar dan voor nodig? Dat kan ik gaan tellen op de eerste tekening. Ik zie 1, 2, 3, 4 Lucifers. Nu wil ik ook weten, stel ik maak zo twee vierkantjes tegen elkaar met Lucifers, hoeveel Lucifers heb ik daar dan voor nodig? Ik ga weer tellen op de tekening en ik zie dat dat er zeven zijn. Dan ga ik ook weer willen weten hoeveel Lucifers ik voor drie vierkantjes nodig heb. Als ik ga tellen op de tekening zie ik dat dat tien Lucifers zijn in totaal. Vervolgens wil ik weten hoeveel Lucifers ik nodig heb voor vier vierkanten. Nu heb ik een probleem, want ik kan dat niet gaan tellen, want ik heb geen tekeningetje. Geen probleem. Ik ga zelf een schetsje maken, een tekeningetje maken met vier vierkantjes. Zo, hier is mijn tekening en nu kan ik weer gaan tellen en ik zie 13 Lucifers deze keer. Nu wil ik ook weten bij vijf vierkanten hoeveel Lucifers heb ik dan? Ja, Ik kan dat nu weer al gaan tekenen, maar zo vijf vierkantjes tekenen, dat is natuurlijk wel al heel veel werk. Dus ik vraag me af, kan ik dat niet sneller of eenvoudiger doen? Als ik eens goed kijk naar dat aantal lucifers, 4, 7, 10, 13, zie ik daar nergens een regelmaat. Zie is daar geen patroontje in, is dat niet logisch, die getalletjes? Als ik goed kijk, zie ik van 4 naar 7... Van 7 naar 10, van 10 naar 13, dat dat altijd mooi plus 3 is. Dus als ik nu mijn 13 ook plus 3 doe, dan weet ik meteen dat ik voor 5 vierkantjes 16 Lucifers nodig heb, zonder dat ik moet gaan tekenen. Maar als ik dan 10 vierkanten heb, hoeveel Lucifers heb ik dan nodig? Dat weet ik niet. Nu kan ik natuurlijk niet zomaar plus 3 doen, want dan zit ik maar op 6 vierkantjes. Dan zal ik een groter tabelletje maken. Zo, ik zet alle getalletjes erin van 1 tot 10. Ik weet dat mijn regelmaat van mijn Lucifers altijd plus 3 is, dus dan kan ik zo verder gaan rekenen. Voor 6 vierkanten heb ik 19 Lucifers nodig, voor 7 22, voor 8 25, voor 9 28 en tenslotte voor 10, lucifers heb ik dan, voor 10 vierkantjes sorry, heb ik dan 31 Lucifers nodig. Maar dat was nu wel heel veel werk om zo'n grote tabel te maken. En stel nu dat ik nog grotere getallen wil weten, bijvoorbeeld 50 vierkanten, dan kan ik dat moeilijk allemaal gaan opschrijven. En daarom ga ik op zoek naar één formule waarmee ik voor alle aantallen vierkantjes het aantal Lucifers kan berekenen. Hoe ga ik die formule nu vinden? Ik ga kijken of er geen verband bestaat tussen het aantal vierkantjes. En het aantal lucifers dat ik nodig heb om die te maken. Voor 1 vierkantje heb ik 4 lucifers nodig. Voor 2 vierkantjes heb ik er 7 nodig. Voor 3 heb ik er 10 nodig. Voor 4 heb ik er 13 nodig. Voor 10 heb ik er 31 nodig. Als ik goed kijk zie ik dat ik het aantal lucifers kan berekenen door het aantal vierkantjes te vermenigvuldigen met 3. En er dan nog eentje bij te tellen. Dus bijvoorbeeld 1 maal 3 doe ik 3, plus 1 zijn 4 lucifers. Of bijvoorbeeld 3 vierkantjes maal 3 is 9, plus 1 zijn 10 lucifers. Dus ik kan dat regeltje gebruiken om voor alle vierkanten het aantal lucifers te gaan berekenen. Maar in de wiskunde schrijven we niet graag heel veel. We willen alles zo kort mogelijk opschrijven. Dus ik ga proberen om dat een beetje korter te noteren. En daarvoor gebruik ik letters. Als ik nu bijvoorbeeld zeg: het aantal Lucifers, dat noem ik eventjes i. En het aantal vierkantjes, dat noem ik eventjes x. Dan kan ik dat veel korter gaan opschrijven. Die lettertjes zijn willekeurig gekozen x en y gebruiken we vaak in de wiskunde, maar ik had evengoed andere letters kunnen kiezen. Ik kies gewoon een lettertje om mijn lang zinnetje wat korter te maken. Dus dan weet ik dat het aantal lucifers of y gelijk is aan 3x of het aantal vierkanten plus 1. En zo kom ik aan mijn formule. We gaan eens controleren of onze formule klopt. Hè? Stel nu dat ik voor x. 4 invult. Ik wil eens kijken het aantal vierkantjes als dat gelijk is aan 4 of ik dan voor het aantal Lucifers wel 13 vind zoals ik daar straks al gezien had. Ik vul mijn 4 in op de plaats van x in de formule. Dan krijg ik i is 3 maal 4 plus 1. Dan reken ik uit dat is 12 plus 1 is gelijk aan 13. En ik zie dat het klopt. Ik ga nog eens checken. Hè. Ik ga eens kijken voor 10 vierkantjes, als ik dat invul in mijn formule, of ik dan ook nog op 31 lucifers uitkom. Dus ik vul 10 in op de plaats van x, krijg ik y is 3 maal 10 plus 1. Ik reken uit, krijg ik 30 plus 1 is 31. En mijn formule klopt. Dan kan ik nu gaan berekenen. Stel dat ik 50 vierkanten heb, hoeveel lucifers ga ik dan nodig hebben? Ik ga mijn formule weer gebruiken. Ik vul 50 in op de plaats van x. 3 maal 50 is 150, plus nog eentje is 151. En ik heb gevonden hoeveel lucifers er nodig zijn voor 50 vierkanten. En dat gaat heel veel sneller dan eerst alles van 1 tot 50 te moeten opschrijven om telkens plus 3 te kunnen doen. We gaan eens kijken naar een nieuw voorbeeldje. Eventjes zonder tekeningetjes. Ik heb gewoon een rijtje met nummertjes 0, 1, 2, 3, 4. Zoals ik daar straks mijn eerste, tweede, derde tekening had en zo verder. En ik heb daar een rijtje getalletjes bij. Een rijtje i, min 2, 2, 6 en zo verder. Ik ga weer op zoek naar de regelmaat van min 2 naar 2. Dat is plus 4. Van 2 naar 6. Is ook plus 4. Dus kan ik mijn tabelletje verder aanvullen. 6 plus 4 wordt 10. En 10 plus 4 wordt 14. Maar nu wil ik daar ook weten wat nu het getal i is. Wat mijn getalletje is bij x is 15 en bij x is 30. Om dat te weten kan ik weer alles gaan opschrijven in een hele grote tabel. Of ik kan zoals ik daar straks gedaan heb een formule gaan zoeken. Maar hoe vind ik die formule nu? Wel, we hebben daar straks gezegd dat we op zoek gaan naar het verband tussen ons bovenste rijtje in onze tabel en ons onderste rijtje. Verband tussen 0 en min 2, tussen 1 en 2, tussen 2 en 6. Ik zie het niet direct. Wel, als je dat moeilijk vindt om dat verband te zien, kan je een soort drukje gebruiken. Onze formule is namelijk altijd een beetje volgens hetzelfde patroon opgesteld. I is altijd gelijk aan onze regelmaat. Wat we daarbij, onze pijltjes schrijven altijd, dat is onze regelmaat. Wat komt erbij of wat gaat eraf? Maal onze x, maal ons bovenste rijtje, plus de beginwaarde. En de beginwaarde, dat is een moeilijk woordje. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen, waar beginnen we in ons rijtje? Met andere woorden, welk getalletje in mijn onderste rijtje, mijn y? Staat er als er bij x 0 staat? Dus als x 0 is in mijn tabel, wat is dan y? Dus in dit geval is de beginwaarde min 2. Dan kan ik mijn formule direct vinden, want ik zeg y is gelijk aan mijn regelmaat, is 4 maal x plus mijn beginwaarde min 2. En we weten nog van in onze vorige lessen. Plus en min dat dat gewoon min wordt als ik daar één teken van wil maken. Dus kan ik mijn formule nog een beetje eenvoudiger maken. i is 4x min 2. We gaan eens kijken of onze formule wel juist is. Ik vul bijvoorbeeld voor x eens 3 in. Dan krijg ik i is 4x3 min 2. Dat is 12 min 2 en dat is gelijk aan 10. En we zien dat het klopt, want we hadden bij 3 in ons tabelletje 10 staan voor i. Dan gaan we nu berekenen voor x is 15, want dat zochten we. y is 4 maal op de plaats van x, komt 15 min 2. Ik reken verderuit, 60 min 2 is 58. En ook voor 30 juist hetzelfde, we vullen 30 in op de plaats van x. y is 4 maal 30 min 2, dat is 120 min 2, is gelijk aan 118. We gaan nog eens kijken naar een laatste voorbeeldje. Zoals steeds gaan we eerst op zoek naar onze regelmaat. Min 5 naar min 10, min 10 naar min 15. Ik merk op dat dat altijd mooi min 5 is. Dus dan kan ik ook meteen weten bij 4 wat er daar gaat komen als getalletje. Ik doe nog eens min 5 en ik krijg daar min 20. Maar voor 12 en 30 wordt dat al wat moeilijker. Daarvoor zal ik weer mijn formule nodig hebben. Ik ken mijn regeltje nu, ik weet de formule. i is altijd gelijk aan mijn regelmaat maal x plus mijn beginwaarde. Dus ik kan al invullen, mijn regelmaat is min 5 en mijn beginwaarde, dat is de waarde van i als x 0 is. En ik zie dat ik een probleem heb, want als x 0 is, staat niet in mijn tabelletje, het begint meteen bij 1. Dat is geen probleem, want ik mag daar wel zelf. 0 bijschrijven dan. Als ik weet dat ik altijd sprongetjes maak van min 5, zal ik bij x is 0, bij i ook 0 moeten invullen, want 0 min 5 wordt min 5 en min 5 min 5 wordt min 10 en zo verder. Dus nu heb ik mijn beginwaarde gevonden en kan ik mijn formule verder aanvullen. i is dus min 5 mal x plus 0. Of i is gewoon min 5 maal x. Want plus 0 hoef ik er niet bij te schrijven, want plus 0 maakt toch geen verschil. Dat blijft toch hetzelfde. Oké, okay, we gaan eens kijken of onze formule weer klopt. Ik controleer eventjes met x is 2. i is min 5 maal 2. Dan heb ik i is min 10. En het klopt in mijn tabelletje. Dan kan ik weer gaan invullen voor x is 12. i is min 5 maal 12. Dan is i gelijk aan min 60. En ik kan invullen voor x is 30, y is min 5 maal 30 is min 150. En dat kan ik ook aanvullen. En dan is heel mijn hele tabelletje aangevuld. Nu zijn we er bijna op twee kleine aandachtspuntjes. Als we lettertjes gaan gebruiken en we vermenigvuldigen die met een getal, gaan we altijd eerst het getalletje schrijven en dan pas de letter. Bijvoorbeeld, ik neem even onze formules van daar straks erbij. We schrijven. I is gelijk aan 3 maal x plus 1. Eerst 3, dan pas x. We schrijven niet I is x maal 3 plus 1. En zo verder. Dus altijd eerst het getalletje, dan pas de letter. En het laatste puntje is dat als we een getalvermenigvuldigen met een letter, dan mogen we het maalteken weglaten. Dus in de plaats van bijvoorbeeld I is 3 maal x plus 1, mag ik ook gewoon schrijven I is 3x plus 1. Als dat daar zo staat, is dat hetzelfde. Je wilt dan nog altijd zeggen 3 maal x. Maar als je dat gemakkelijker vindt om dat maaltekentje daartussen te zetten, als je dat duidelijker vindt, dan mag dat uiteraard. Heel veel succes met de taak!